Hallo. Dag, meneer Tijger. Hallo. Ik ga even doorwerken, hoor. Nou, dit is een hele belangrijke zaak, meneer. Dus ik zou liever willen dat we heel even blijven staan. Ik ben heel even... Ik moet even mijn goud even pakken. Geef me even een momentje. Oké. Maar ik wil mijn goud wel terug. Wacht. Ja. Oh, kut. Dit gaat fout. Ik geef je heel even een paar seconden in vrijheid. Nou, maar dit moet even gedaan worden. Dit moet even... Ja, dat moet je even doen. Ja. Ik moet even weg, want dat is even lelijk. Ja. Zal ik anders even uitleggen waarom ik hier ben? Ja, dat kan altijd nog even. Ja, doe maar. Meneer. Hey. U bent bij deze aangehouden op verdenking van het stelen met geweld een golden nugget. U heeft het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan tegen worden gebruikt. U hebt recht op de raadsman. Die nu deze niet kan betalen, wordt er eentje aangewezen door de staat. Aha. Meneer heeft een kort geding tegen u aangespannen. Wie? Meneer Kenzie heeft een kort geding tegen u aangespannen. Die ken ik niet. Dat mag u gaan uitleggen bij de rechter, meneer. Hallo. Ja, sorry, ik ben even alles van plaats hier. Ja. Ik kan gewoon doorpraten. Ja, precies. Oh, je hoort me nog. Oh. Ja, ik hoor je nog gewoon. Ik schreeuw wel even door de data heen. Ja, ik verzoek u dus ook vriendelijk, toch wel direct aangezien u bent aangehouden, om met ons mee te komen naar Zwitserland, waar rechter Jeremy een oordeel zal vellen nadat we u hebben aangehoord, het verhaal van meneer Kenzie hebben aangehoord en het verhaal van de advocaat hebben aangehoord. Ik heb daar even vooruit. Ik kom eraan. Ik snap het, meneer. U bent aangehouden. Mag ik nog even wat lekkers pakken? Ja, neem maar wel wat lekkers mee. Dat mag wel. Ik ben van de KGB. Heeft u trouwens al uw rechten begrepen? Of moet ik het nog een keer zeggen? Wacht. Ik kom zo aan. Even daar. Ja hoor. Ja hoor. Dan moet ik weg. Wordt wel mooi die bel trouwens. Wordt wel een mooie bel. Ah, mooi bel. Dank je. Oké, top. Oké, daar ben ik klaar mee. Oké. Ja. U bent aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. En of wellicht misschien een klein beetje lichtelijke poging doodslag. U heeft recht met zwijgen, alles wat u zegt kan tegen worden gebruikt. U recht op een raadsman die deze niet kan betalen, wordt er eentje aangewezen door de staat. Snapt u deze rechten? Ja, snap ik. Oké, top. Als u nog een tolk nodig heeft, kunnen we er ook eentje regelen voor u als u de Nederlandse taal niet zo goed beheerst. Is dat nu mogelijk? Wie is dat duur? Een tolk? Dan zou ik even moeten rondbellen of er überhaupt wel een tolk is. Ja. Ik kan het voor u doen. Dat is mijn recht. Het is mijn recht. Ik wil even... Ik wil dat je achteraan gaat. Ik wil dat je nu achteraan gaat, ga ik niet mee. Oké, wacht ervoor. Ik heb recht. Wilt u een Russische tolk? Nee. Wilt u een vrouwelijke tolk? Ja. Nou, hoeft niet per se. Maar zou fijn zijn. Ja of nee? Mag. Hoeft niet per se. Dat mag. Oké. Sluit ik niet buiten. Oké, wacht ervoor. Ja, ik heb een tolk voor u geregeld, meneer. Oh, dat is fijn. Okay. Top, let's go. Ja. Oké, ga ik mee. Ik neem aan dat ik de boeien niet om hoef te doen, hè, meneer. Wat gebeurt als ik niet meega? Dan ga ik u arresteren. Oh. En echt in de boeien gooien en... Was het alleen maar... Ho, kunnen we de cliënt... Kunnen we iedereen even uit elkaar houden nog? Hou bij met de buurt, hè. Kom maar mee, meneer. Meneer Tijger. Het is wel lelijk, hè, die Kenzie. Ik ken hem niet. Oké. Ik heb geen idee wie het is. Oké. Nee. Maar je zag hem toch wel even. Hij is wel lelijk. Ja, ik ga alles wat ik zeg wordt tegen me gebruikt, dus ik zeg eigenlijk aan mijn mond. Oh. Ja, is mijn recht. Ja, nee, u heeft zwijgen. Zeker weten. Nou, u, meneer Tijger. Dankjewel. Haha. Hey. Tadaa. Hallo. Oké, dan is nog even wachten op de tolk. Oh, meneer, wou een tolk. Ja, ik heb het recht op een tolk. Tolk? Ja. Een tolk, ja. Ik heb recht op een tolk. Ja. Tolk? Waarom? Hallo? Ik heb recht op een tolk? Nee, je kunt niet zomaar iemands recht ontnemen, hè? Nee, oké. Hij heeft absoluut recht op een tolk. Dank je. Ja. Is me hier blijkbaar word ik hier aangeklaagd voor iets? En nu probeer ik mijn mensenrecht recht te halen? Ga je zo meteen nog een avondklok om me gooien, of wat? Kenzie, zeg maar gewoon niks meer. Het heeft geen zin. Oké. Dit loopt niet goed. Hou jij maar je mond, ik regel alles wel. Hoe is het? Ja, buiten ook blijkbaar wordt veroordeeld. Prima. Nee, u wordt niet veroordeeld, meneer. Oh. Veroordeeld is pas als u schuldig bent bevonden. Oh, ik ben u wordt nu aangeklaagd. Ik ben aangeklaagd. Ja. En nu gaan we dus de rechtszaak in. Ja. De termen zijn nog niet helemaal bekend, sorry. Snap je. Dit is mijn eerste keer. Oké, ik zal naast u staan in de rechtbank. Als u dan een vraag heeft aan mij, dan kan ik die altijd beantwoorden. Kijk, dat vind ik fijn. Zo, wat zei je nog steeds? Eerste keer? Eerste keer. Ik ben nog maagd. Oeh. Rechtbank maagd. Nice. Ja. Ontmaagding. Wacht, ik zal even zaken blijven als advocaat. Ja, mijn schuld bij me, want ik heb het gevoel dat die persoon daar bloedlustig is. Hij is een beetje geëmotioneerd. Ik snap daar niet waarom. Dat is alles. Waarom ben je geëmotioneerd? Wat is aan de hand?
Hij houdt me wel bij me uit de buurt. Ja, dat komt goed. Ik heb nog steeds hoofdpijn van die dag. Ik sta er wel tussen. Ik ben maar een advocaat. Ik sta er wel tussen, maar verder kan ik niet heel veel doen eigenlijk. Ik ga nooit naar de sportschool, dus... Ik kan nog steeds niet recht plassen. Dat is je eigen probleem. Dat heeft niet met mij te maken, denk ik. Hallo? Jer, kan jij hem helpen om recht te plassen? Hij moet nodig. Recht plassen? Ja, hij moet nodig recht plassen, zei hij. Maar hij kan niet meer recht plassen. Misschien weet je hem kan helpen. Geen idee, dat zei hij. Ik kan je wel even kraken, dan Het is het gevolg van die meneer, die van hem. Nou, ga je nou mijn plassen? Meneer Kenzie, sorry. Tadaa! Ik heb geen idee. De tolk. De tolk. Kan jij eigenlijk verstaan? Hallo allemaal. Hey, hallo. Hallo. Oké, okay, even tolk nodig hadden. Ja, ik even heb een korte nodig. Uitleg. Oh, een mooi kantoor. Zo. Ja, nog nooit geweest zeker. Nee, nog nooit geweest. Ik ga zitten. Ik heb al last van mijn rug. Het is wel een mooi kantoor dit. Ja, dankjewel. En nu heb je geen rugleiding meer. Vind ik heel jammer. Oh. Dankjewel. Oké, even kijken. Kan de tolk naast de verdachte gaan staan alsjeblieft plaatsnemen? Wie is de verdachte? Meneer Tijger. Meneer Tijger, hier zoals de verdachte. Hallo. Oké. Hey, hallo. Meneer de Edelachtbare. Ja. Ik heb de heer Tijger aangehouden na een aangifte van de heer Kenzie. Ja. Meneer Kenzie beweert dat hij met veel geweld is overvallen in zijn eigen tuin. Mm-hmm. Waarbij meneer met een... moet de nat vlees allemaal zo meteen maar even in detail uitleggen als advocaat. Oké. Meneer is fysiek mishandeld... poging doodslag. Heeft daarna een golden nugget verloren die al 3/4 eeuw in zijn familie zit. Hij is van zijn oma. En dat heeft de heer Tijger schijnbaar, naar horen zeggen, afgepakt van... Nou, niet afgepakt. Beroofd van meneer Kenzie. Oké. Dat is dus het verhaal even kort? Ja, dat is waarom ik deze meneer heb aangehouden. Oké, dus het gaat tussen Kenzie en meneer Tijger. En meneer Tijger heeft een advocaat of tolk? Ik heb een tolk. Tolk. Ik heb een meneer heeft een tolk. Anders versta ik het niet echt helemaal. Oké, duidelijk. En Kenzie heeft advocaat nat vlees. Okay. Ja. Hallo. Hij spreekt namens mij. Ja, oké. Nou, vertel maar. Wat is er gebeurd, meneer Kenzie? Wat is uw verhaal? Je mag zitten, gooi verhaal. Ja. Alsjeblieft, het is te emotioneel. Oké, nou goed. Meneer Kenzie was op 24 januari gewoon rustig bezig met zijn eigen zaken in de tuinen. Ik heb geen idee, chat. Gewoon niks aan het handen. Had ik het op stream gedaan? Komt daar, meneer Tijger toch? Aan. Toch? Ik had het op stream gedaan dit, toch? Of was het off stream? Beschreef een glimmende ex. Een beetje zo eentje als deze. Kunt u wel zeggen over het chat? Was het een mannelijke ex of een vrouwelijke ex? Of was het een wapen? Dat moet wel duidelijk worden bijgezet. Ja, het was in dit geval wel een wapen. Oké. Belangrijk detail. Ook had hij een glimmend paarsachtig iets, glimmend pakje, jasbroek aan. Dus ook heel gewelddadig in ieder geval. Objectie, vervolgens, ik heb pas sinds vandaag paars armor, dus dat kan niet. Genoteerd. Dankjewel. Opeens hoorde Kenzie achter zich, hey, je goud of je leven. Kenzie was natuurlijk helemaal verbaasd. En ik heb het niet opgenomen, maar aangezien in Damsko een rechtsstaat is, hangen niet overal kamers, wordt er veel opgenomen. Ook voor belangrijke zaken, zoals rechtszaken, dat wordt gewoon opgenomen. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Nou, heb ik hier dus een... In Rusland wordt wel alles opgenomen. En afgetapt. Ja, dat wist ik. Ja, maar bijna iedereen heeft Facebook Live daar, hè? Mm-hmm. Ja, klopt. Het is wel één groot... Ja, we hebben ook van die radiootjes in telefoon zitten. Ja. En daarom heb ik dit clipje kunnen bemachtigen. Dit geluidsclipje van de heer Tijger, die zegt, je goud of je leven. Goud of je leven. Oeh, Sam. Nog één keer afspelen. Goud of je leven. Ja, de flashbacks. Kunt u dat nog één keer doen, alstublieft? Ja. Goud of je leven. Ja, ik heb hem gehoord. Zou meneer Tijger dat ook een keer willen zeggen? Wil je dat even vertalen voor meneer Tijger, dat hij het kan verstaan? Naar welke taal? Ik kan alles. Nou, je bent er voor hem, niet voor mij. Welke taal wil je dit ontvangen, Link? Meneer Link? Dat ik het kan verstaan, natuurlijk. Je komt uit België, toch? Jazeker. Ze hebben een voice clip gehad.
waarin u zegt, uw goud of uw leven aan mij. Ik heb geen idee hoe ze daaraan komen, maar dat is zo is het gebeurd. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. Ben je naar de taal van Kenzie aan het praten? Nee. Meneer, dit vind ik offensief. Oh. Nee, maar hij valt er buiten, dus maakt niet uit. Hij mag... Goed. Waarom is de zaak eigenlijk neergelegd bij Rusland? Ik ben van de politie. KGB, ja, politie. Ja, KGB, ja. Maar waarom is de zaak eigenlijk bij jou neergelegd? En niet bij, mensen... bij... Is goed, Tim. Waarom Let niet eigenlijk free. Bij Damsco? Omdat ik mensen moet aanhouden. Ik moet mensen aanhouden. Op de Damsco gaat mensen niet aanhouden. Ja, ik ben van de politie. Okay, ja, dat is toch leuk. Kijk hoe ik eruit zie. Wat denk je dat ik ben? Nee. Jij hoeft niet op mijn bureau te lopen. Dat hoeft niet. Oh, sorry. Ja, met die pruik op zie je er wel een beetje uit als een clown. Dat is mijn haarlijn. Mijn natuurlijke haarlijn. Oké, goed. We gaan verder. Nou, vervolgens werd Kenzie, die wilde zijn goud niet geven. Ja. Dus het is hem heel veel waard en het is heel hecht. En het schijnt dus dat de heer Tijger deze van hem heeft afgenomen. Was een stream van twee dagen geleden. 24e. Dus duidelijk. Duidelijk ja. Was dat het. Dan vragen we om Link naar voren te komen. Meneer Tijger, uw verhaal. Ja. Ten eerste, dankjewel dat ik hierheen kom, denk ik. Fijn dat mijn tolker ook is, dat hij alles kan vertellen van wat ik zeg hier in de rechtbank. Yeah. Ik vind het een wonderbaarlijk iets dat ik voor word beschuldigd, want het was alleen maar zelfverdediging, om ten eerste te zijn. Self-defense. Ja. Ik was inderdaad in Damsco te vinden, want ik was op zoek naar goud. In het gebied van Damsco is heel veel goud te vinden. En ik kom regelmatig in Damsco. En heel vaak kom ik naar Thomas toe. Want Thomas en ik gaan way back. En heel vaak krijg ik goud van hem. En dan vinden we het altijd leuk om even schaps met elkaar te maken. Dus heel vaak kom ik naar Thomas toe. Zeg ik, sta ik achter zijn rug en zeg ik, goud overleven. En dan schrikt hij altijd. En is altijd leuk. Hebben altijd hele leuke dingetjes mee. Dacht Thomas te zien op dat moment. Dus ik zei wederom de catchphrase die jullie inderdaad hebben opgenomen. Geld overleven. Wacht, of goud even laten horen. Zal ik hem even laten horen? Ja, even kijken. Goud even leven. Oh, dus het gaat hier om de, de context. Ja, de context. En toen, ja, inderdaad, bleek het dat het inderdaad niet Thomas was. Want ik kon het heel moeilijk zien vanaf de rug. Mm-hmm. En het bleek dat ik het dus tegen iemand anders had verteld. En meneer waar ik tegen vertelde, die zat meteen in de aanvalsmode. Want het eerste wat meteen naar mij toe werd gericht was een boog. Een boog met flame. En, zoals je kan zien aan mijn schild, kan je even zien, er zitten battle scars op. Toch? Politie, kun je dat confirmen? Yes. Battle scars? Is iets voor de politie. Ik zie ze niet. Kan je de scars vertalen aan de politie, want hij verstaat het niet? Ik versta het wel. Hij verstond het niet. Battle scars on the shield from bow with flame. Nou, ik moet zeggen... Ik zie wel wat schade, ja. Maar, ja. Maar grote schade? Maar, dat is wel, het is meer lakschade, maar ik kan maar, niet bevestigen dat het komt. Wil je dan zeggen dat hij zwak is? Sorry? Edelachtbare. Nee, lakschade. Edelachtbare. Objectie. Hoe weten wij zeker dat die schade is van het moment dat Link Tijger Kenzie heeft bedreigd in Damsco? Dat ben ik toch aan het... onderzoeken nu. Ja, onderzoeken. Je zit het niet voor je cliënt op te nemen trouwens. Nee, maar die schade is niet van dat gevecht. En ik wil trouwens eventjes duidelijk zeggen. Kenzie heeft daarmee mij als eerst dus aangevallen met zijn pijl en boog. En ik heb ik ben meerdere malen een keer beschoten. Ik zou niet 1, 2, 3 durven zeggen zonder videobeelden. Maar het zijn in ieder geval minimaal 5 tot 6 keer schoten op mij. Ik zie er 3. Ik zie die 3 gaatjes nog in het schild. Die kan ik 100% confirmen. Ik ben sowieso geschoten. En daarna ben ik in zelfverdediging gegaan. En heb ik mijn axe gebruikt om mezelf te verdedigen. Want ik zat in een strijd van leven en dood. Oké, maar is de heer Kenzie hier nou bij omgekomen? Hij is daar bij omgekomen, ja. Ja, dit is een spook. Het was een beetje een... Ik had niet vooral een zwakkelingetje was. Dus je confirmt nu wel dat hij is omgekomen bij het... En daarbij is hij... Door zelfverdediging zeker. Ja, door zelfverdediging. En daarbij ben jij iets waardevols kwijtgeraakt. Dat is maar goed, absoluut. Oké. De Stuur me de chat op post. Wat is dit? Wat verwachten jullie in compensatie? Nou, ik wil eerst even een ander dingetje zeggen. Oké. Kenzie, is jouw boog echt enchanted? Sorry. Te veel vodka. Komt door die bloem. Ik heb mijn boog bij me en ik kan hem hier op tafel leggen. Ja, doe dat. Dit,
Dit is mijn boog. Wacht even, ik zie wel even heel snel aan deze boog. Deze boog is nog nooit gebruikt. Kunt u dat confirmen? Ik ga even kijken. Ja, sukkel. Deze is nog nooit hij is gebruikt. Ook, hij is ook niet zo strak, dat zie ik ook. Hij is niet goed gespannen, hij is niet goed getuned. Ik heb geluidsfragmenten van het schieten. Ik heb geluidsfragmenten van het schieten. Mag ik die afspelen, hey, lachbare? Ho! Dat is schot 1. Dat bedoel ik dus. Schot 2. Dat bedoel ik dus al. Schot 3. Schot 4. Edelachtbaar, ik heb het eerder dat dit illegaal is opgenomen in een land waar hij niet woont. Dus u beweert dat het een spion is? Ik beweer dat hij heeft niet het recht om geluid of video op te nemen in andere landen. Oké. Edelachtbaar. Dit zou ook nog wel eens, dit zijn we heel bekend mee in Rusland, fake nieuws aka deepfake kunnen zijn. Een deepfake, ja. Het zou kunnen, is een mogelijkheid. Aan het geluidsfragmentje is ook duidelijk te horen dat die strijdbijl van deze brute man door de lucht zweeft, zoekend naar mijn vitale punten. Ik heb wel nog een vraag. Maar er is al geconfirmed dat door beide partijen dat je wel degelijk bent omgekomen. Door de partij van meneer Tijger, zelfverdediging en volgens jullie door aanval. Wat wil je er nog aan toevoegen? Ik wou alleen vragen of je het fragmentje nog één keer kon afspelen. Want ik hoorde wel wat inderdaad. Wel? Ik hoorde toch iets raars. Maar dan moet je wel eens in de buurt komen. Nou, dan kom ik al hoor. Ho! 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 Wat bedoel ik dus? Oké, kunnen jullie allebei één keer voor mij een hop doen? Hop! U ook, meneer Kensie? Ja, dit waren ze 100%. Ja, dan kunnen we nu confirmen dat het echt waren. Wat mij dus opviel aan dit fragment is dat hij zei, dan moet je wel eerst in de buurt komen. En dan hoor ik volgens, maar dat kom ik wel. Dat klinkt toch wel weer dreigend naar mijn oren. Ik werd uitgenodigd. Maar ook uitdagend. Ja. Ja, ik zie hier dat beide partijen wel een klein beetje schuld hebben in de situatie. Misschien niet kloppend aan beide kanten. Maar het gaat er nu denk ik puur om dat meneer Kenzie iets kwijt is geraakt wat heel erg dierlijk dierbaar voor hem is, weet je wel. Hij is aangehecht. Dus wat zouden jullie willen zien als compensatie voor dat verloren item? Mijn cliënt wil sowieso graag het verloren item terug, mocht meneer Tijger hem nog hebben. De speciale golden nugget die van zijn overleden grootmoeder... Dat is waarschijnlijk omgesmolten, gok ik zomaar. Ik heb geen goud. Ik bedoel... Meneer Tijger, sorry, Tijger. Ik sta het zijn. Toen ik u kwam aanhouden, dat toen verkeerd was u goud aan het weghakken. Sorry, dat is verkeerd vertaald uit mijn tolk. Oh. Ik zei dat ik eventjes moet kijken of ik hem toevallig ergens heb. Ik ben als tolk niet medeplichtig of iets. Nee, maar het kan verkeerd vertaald worden. Messenger. Het is verkeerd vertaald. Excuseer je alsjeblieft, Sanna. Sorry, I am very sorry for the... Oké, duidelijk. Verder wil mijn cliënt dat sowieso ook excuses... van de heer Tijger voor het dreigend overkomen. Want hij voelde zich niet veilig op dat moment, uiteraard. Ja. Ook wat hij deed was ook uit zelfverdediging, want hij wist niet... Het was in mijn eigen tuin. In zijn eigen tuin. Ja, hij vond het niet fijn. Dus, meneer de rechter. Verder... Kunt u vragen aan Kenzie waarom hij wapens bij zich had in zijn eigen tuin? Dat is ook een beetje raar. Oh ja. Oké, we gaan het eerst maar even verder. En eventueel gestraft worden voor de daden die hij misdaan heeft. Okay. Zoals bijvoorbeeld het illegaal opnemen van geluid in een land waar hij niet woont. Shanna. Ik denk dat ze kunnen vragen in zijn eigen taal. Waarom hij zo onschuldig kijkt, zeg maar. Met wel in zijn eigen taal. Wat is zijn taal dan? Kenzie, hoe gaat het? Nou, nog een beetje getraumatiseerd, maar... Nou, die hele rare taal dus, zeg maar. Dan moet je advocaat? Hallo? Ik moet even in uw eigen taal vragen. Waarom het... ik kan geen Brabant. Waar kom je vandaan? Damsko. Oh, ik kan... Oh. Waarom kijkt u zo onschuldig, alsof u net carnaval hebt gevierd? U kijkt Damskoliaans. Damskoliaans. Ja, ik kom uit die standaard Damsko-blik. Ik kom uit heel diep Zuid-Damsko. We hebben daar een apart dialect, inderdaad, dat klopt. Verstaat u mij? Ik versta u prima. Oké. Waarom kijkt u zo onschuldig? Dat moest ik even doorpasen van de Russische overheid.
Nou, u mag doorgeven aan de Russische overheid. Ik heb niks te verbergen, vandaar mijn natuurlijke onschuldige charisma. Oké. Okay. Ik heb zeker niks van verstaan. Oké, mag ik vragen nog van die partij waarom jullie, of waarom Kenzie met wapens in je eigen tuin rondliep? Nou, wij hebben in Damsko nog wel eens een probleem van creepers, zombie en spinnen. Ja. Dus wij zijn altijd onze hoede om dat soort gespuis neer te halen. Oh, noemt u meneer Tijger nou gespuis? Dat is een beetje raar. Nee, pardon? Ik noem de zombies gespuis. Sorry, wat betekent gespuis? Wil je dat alsjeblieft vertalen voor mij? Gespuis? Ik weet het. In mijn taal? Wat betekent dat? Gespuis? Gespuis? Zeg, alleen zeg. Niks van jou. Ik heb eventjes de beide situaties langs elkaar gelegd. Mag ik nog één dingetje daarover zeggen? Oké, laatste opmerkingen. Het was een klaarlichte dag, dus ik vind het heel erg bijzonder dat je zegt dat je het nodig hebt tegen zombies, creepers en skeletons, et cetera. Terwijl het een klaarlichte dag is en dan zijn er geen spanners. Spanners niet. Heeft de andere partij nog een laatste opmerking? Creepers en spinnen zijn er ook overdag. Was dat de laatste opmerking? Heb jij nog iets? Je bent mijn advocaat, ik vertrouw je volledig. Creepers en spinnen zijn er ook overdag. Oké, ik heb een conclusie getrokken. Beide partijen waren... Het is waarschijnlijk een beetje plaags begonnen. Wat ik eruit kan ophalen. Maar uiteindelijk is het uitgelopen tot de dood van Kenzie. En het verliezen van een dierbaar stuk van hem. Moorden plegen hier is nooit gewenst. Dus ik ben tot een conclusie gekomen de heer Tijger sowieso een tuinverbod krijgt op de tuin van Kenzie. Goeie. En het terug moet betalen van de dierbare Nugget. Nu neem ik er ook mee in dat er En geen... hij moet van de Tower of Doom! Nee, wacht even, ik was nog niet klaar. Ineens heel enthousiast. Sorry. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik geen verdere geldboetes geef of strafboetes. Aangezien er ook een paar foutjes zaten vanuit jullie kant in verband met de boog en het armor. En dat soort dingen vanaf de kant van de heer Tijger. Mm-hmm. En, moet de heer Tijger een half uur dienstplicht komen vertonen in Rusland. Oh, yes! Zaak gesloten. Yes. Maar, ik ben verbannen uit Rusland. Nee, dat ben je niet. Jawel! Ik ben verbannen uit Rusland. Kan ik naar Rusland toe? Ja, ik kan wel naar Rusland toe. Ik doe een unban. Unban! / unban, Linktijger. / unban. Dan ben ik eerst van Skull dat horen. Nee, want ik ben de overkoepelende... ik ben toezichthouder van Rusland, dus... en dat is echt waar. Dat is echt waar. Wacht, schijnbaar zijn wij een stelletje kleuters namelijk. Dus jij moet toezicht op ons houden. Ik ben toezichthouder. Dus zaak gesloten. Jullie kunnen gaan... Dus als jullie dat in een termijn van één dag willen regelen, dan komt dat goed. Dank u wel, edelachtbare. Ja, geen dank. Dank u wel, edelachtbare. Dank je wel, edelachtbare. Kun je vertalen dat ik ook dankjewel zei, Shanna? Alsjeblieft. Well, thank you very much. Als ik loop terwijl ik vertaal, ben ik een walkie-talkie. Nou, ik hoop dat je blij bent met half uur. Dankjewel, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat snap ik. Ik ga ook gelijk de betaling regelen voor je. Meneer Tijger, dat betekent wel dat u een half uur mee moet met mij. Ik heb een dag daarvoor. Dus... Ja, op dezelfde tijd. Dat is wel de volgende keer wordt alles in het Brits vertaald. Graag, dankjewel. Brits stekken. Ik wil alleen even melden dat het gewoon puur zakelijk was. Ja, weet ik. Ik werd ingehuurd. Ik ga nu ook wat zakelijks doen. Ik ga niks vertellen. Want dan, weet je, dan wordt weer tegengebruikt en zo. Weet je, snap je? Oh, oké. Okay. Is goed. Maar geen zorgen te maken. Nee, oké. Okay. Hoeveel moest hij betalen dan niet? Hij heeft 3 stacks golden nuggets betaald. Ik zou Fort wel meer vragen als advocaat zijn als ik jou was. Ja, maar dit is een klein zaakje. Hij is er wel op minder op gekomen, denk ik. Want
Ik had ook nog diamonds gejat. Oh, nou, dat is ja. Nou, weet je, beter. Ja, dat wist ik niet. Dat wist niet. Beter dat, dat niet. Je dat niet wist. Het ging ja. Alleen maar... Ja, daarom nou, dat wist je ja, eigenlijk al. Ik had letterlijk in het gezicht gezegd. Ik had letterlijk in het gezicht ja. Gezegd. Maar ja. Oh, ja, het ging om één miserige nugget. Ik denk van, ja, weet je. Ja, mij ook. En in Rusland ben ik toch geband, dus weet je. Ja, joh. Top. Boeien. Ik heb een invisibility potion en ik... Ja. Oh, waar kom je dan? Die van Sam of zo? Ik heb mijn contacten. Het is wel toevallig, want ik was vandaag in gesprek met iemand over gewoon advocatenzaken, hè, je weet hoe het gaat. Mm-hmm, mm-hmm. En dat moet gewoon vertrouwd blijven binnen de muren. Dan had ik echt het idee dat we werden afgeleid zo en de deuren gingen open en mijn laptop was stuk. En dat was heel gek. Het leek net alsof iemand bij was, maar ik denk niet dat het... Ja, ik weet niet. Volgens mij was het gewoon de wind. Ik had net een raam opengezet namelijk, toevallig. Dus, maar ja, dat is gewoon toevallig dat met de invisibility en zo. Nou, ja, precies. Ik had gehoord dat ik was met Ryan in gesprek. Ja. Of eventuele toekomstige zakelijke dingen. En toen zei hij dat hij nog een heel belangrijk ander gesprek had. Ik zei, heel veel plezier. Dus ik zei, doei tegen hem. En toen zag ik hem nog een kant oplopen. Toen ging hij naar Friesland toe. Had hij toevallig een gesprek met jou of niet? Ja, ik zag hem daarheen lopen. Ik geen idee of hij met jou of met de Bint gesprek had. Dat waren advocaten dingen, dus daar mag ik het helaas niet over hebben. Nee, dat snap ik. Maar ik wilde gewoon even weten of toevallig jou. Geheimhoudingsplicht. Ja, nee, dat was hij ging inderdaad naar mij toe. Ik had een belangrijk gesprek. Heb je toevallig dan ook iemand met een invisibility potion achteraan zien gaan? Of heb je dat echt niet gezien? Nee, ik heb geen idee over invisibility potion. Ik heb er nooit van gehoord. Dus. Oké. Okay. Nee, ben ik wel benieuwd naar de invisibility potions. Het zou wel leuk zijn om dat ook een keertje te hebben. Ja, vet om dat te hebben, ja. Ah, dankjewel. Ja, goed. Ik ga weer verder. Ja, is helemaal goed. Deze zaak even... Oh, daar loopt... Niet doen. Dat was ik niet. Hij zag mij. Hij komt hier naartoe. Snel verstop. Hij gaat je portal in. Hij heeft je portal in gedaan. Ik sta hier, ik sta naast je. Achter. Hoe kom je aan dit onzichtbaarheidsding? Geen idee. Het is een creeper. Dat is een creeper. Hij is gewoon een creeper. Creeping! Dat is creeping! Dat is creeping! Creeping! Ja, dat zag je dat vlees. Ik heb het gezien, ik ben getuige. Oh! Oké. Oh! Oh. Ik zag het. Met mijn eigen ogen. Ik dacht van, ik ga even langs meneer Tijger om even te zeggen van... Hey, Bakka. Het was puur zakelijk wat ik deed, maar nee. Hij was er niet thuis. Ik heb hem ook niet gezien verder. Oh, ik weet niet wie het was, maar hij ging richting de portal van België. Oh ja, nou ja. Dus... Ik weet het ook niet. Misschien dat het een Blaze was of zo. Nee, het was echt een pijl en ik zag die schim wegrennen. Daar is iemand die heeft het op mij gemunt. Oké, ik zou niet weten wie. Ik heb geen idee. Als ik daarachter kom, dan is er herrie. Dat snap maar, ik. Ik ga terug naar Damsko. Ja. Ik nogmaals bedankt. Ja, bedankt geen probleem. Yo. Doei. Daar komen we goed mee weg. Ja, zeker. Ik wilde nog een pijl schieten, maar ik had geen pijl meer. Hij had niks door. Nou, stop. Ik denk dat ik te veel herres heb geschopt vandaag. Ik denk dat het tijd is om... Hij zei, als ik erachter kom wie dat was, dan... komt hij toch niet. Komt hij niet, want ik was er niet. Ik was onzichtbaar. Nee. Hey, en als hij problemen gaat schoppen, dan moet je mij even als eerste inhuren als advocaat, hè? Ja, zeker waar. Ik wist niet dat ik aangevraagd was, dus kon je moeilijk inhuren. Nee, ja, klopt. Maar nu weet je het. Ja, dat is heel goed. Top. Nou, Oké. Nou, ik spreek je. Hey, tot zo. Yo. Doei, bedoel ik. Doei.